De grote theoloog Congaar, een buitenstaander, hij is dus geen lid van de charismatische vernieuwing, heeft tijdens een groot internationaal congres het volgende gezegd. Hoe zouden we de charismatische vernieuwing niet een plaats kunnen toekennen in de stroom van genade gegeven door de Heilige Geest? Hij heeft zich in weinig tijd als een vuur in de steppen verbreid. En hij zei dit in 1981. En hij voegde hieraan toe: het is meer dan slechts een mode. Hetgeen ons raakt, is dat deze beweging het leven van mensen verandert. Het verandert het leven van mensen. Is dat waar of niet? Is uw leven veranderd? De mijne is ook veranderd, tot glorie van God. Pater Raniero Cantalamessa, deze Franciscaanse kapucijn, theoloog en historicus, wijdt zich sinds enkele jaren aan het verkondigen van een nieuw Pinksteren door de gehele wereld. Dit doet hij met een bijzondere charismatische en ecumenische overtuiging. Sinds 1980 is hij ook de predikant van de pauselijke woning. Overtuigd dat de Pinksteren van 2000 jaar geleden opnieuw plaatsvindt in de wereld, nodigt Pater Raniero Cantalamessa ons uit om de levensopwekkende adem van de Heilige Geest te herkennen en te beleven. Deze wordt met name beleefd in de charismatische vernieuwing, deze geestelijke ontwaking in de christelijke kerken die sinds het begin van de 20e eeuw plaatsvindt. Toen de Pinksterdag aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak. Het vulde het hele huis waar ze zaten. Toen zagen ze iets dat op tongen van vuur leek. Het verdeelde zich en daalde op ieder van hen neer. Ze werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun te spreken gaf. Zeggen dat allen vervuld werden van de Heilige Geest, dan is dat zeggen dat ze allemaal de overweldigende ervaring hebben beleefd dat God van hen houdt. We kunnen ons de liefde van God voorstellen als een oceaan die op een moment overstroomt en de apostelen overspoelt. Op die dag beleefden ze de doop in de Heilige Geest. En het beeld van de doop betekent volledig te worden ondergedompeld in water. Dus de apostelen werden ondergedompeld in de liefde van God. En u persoonlijk? Hoe hebt u de charismatische vernieuwing leren kennen? Welke Pinksterervaring heeft u zelf beleefd? En wat heeft dat veranderd in uw leven? In een zekere zin heeft het alles veranderd. Ik was al priester gewijd. Ik was professor aan de Katholieke Universiteit van Milaan. Ik onderwees de geschiedenis van het vroege christendom. En toen ik mensen ontmoette die de Pinkstergenade hadden ontvangen, verzette ik mij in eerste instantie. Ik leverde zelfs kritiek, zoals een katholieke priester die gevormd is voor het concilie, dus op een traditionele wijze. Maar de Heilige Geest wachtte me natuurlijk op.
Ik had de gelegenheid om deel te nemen aan een ecumenische en charismatische bijeenkomst in de Verenigde Staten. En daar beleefde ik de eerste charismatische ervaring. Het was vooral in een retrettenhuis in de Verenigde Staten dat ik heb besloten de teugels van mijn leven aan de Heer te overhandigen. Ik geloof dat dit een wezenlijke stap was om de Pinkstergenade te ontvangen door me geheel te verlaten op de Heer. Ik heb de doop in de geest ontvangen. Nog waarschijnlijk gebeurde er niets bijzonders gedurende dit gebed. Maar de dagen daarna merkte ik dat er iets in mijn leven veranderd was. Eerst en vooral, toen ik mijn Bijbel of mijn brevier opensloeg om de psalmen te bidden, is de Bijbel voor mij een levend boek geworden, dat mij persoonlijk aansprak. Het leek alsof sommige psalmen de dagen ervoor voor mij persoonlijk geschreven waren. Dus ik heb ontdekt dat een van de eerste vruchten van de Heilige Geest is, dat de Bijbel een levend boek wordt waarlangs God ook op de dag van vandaag spreekt. Een ander teken dat er iets veranderd was in mezelf, was het feit dat ik me aangetrokken voelde tot de kerk. Toen ik weer terugging naar mijn Franciscaanse kapucijnengemeenschap in Washington. Dus het gebed werd een noodzaak, geen moeilijkheid. Het trok me aan en het gebed kreeg een drie-eenheidsdimensie. Hetgeen eigen is aan het christelijke gebed. Namelijk, de Vader verwijst ons naar de Zoon spreekt ons van de Vader en elke persoon lijkt over te lopen van ongeduld om de andere personen te openbaren. Dat is de dynamiek van de liefde. Van buitenaf gezien, hetgeen ook veranderd is in mijn leven, is dat op een dag de Heer tegen me sprak met een beeld. Niets bijzonders of bovennatuurlijks, denk ik. Maar het was voor mij heel reëel. De Heer kwam langs en zei tegen mij, als je me wilt helpen met het verkondigen van het Koninkrijk van God, verlaat dan alles en volg mij. Ik begreep daaruit dat hij wilde dat ik het universitaire onderwijs zou verlaten, de leerstoel. Ik was zelfs directeur van een afdeling op de universiteit om een verkondiger te worden van het woord van God. En ik heb ja gezegd. Met toestemming van mijn overste heb ik het onderwijs verlaten. Ik was me aan het voorbereiden op deze nieuwe roeping toen ik het bericht van Rome ontving dat Johannes Paulus II mij tot predikant van de pauselijke woning had benoemd. Mensen begrijpen niet wat dat betekent, maar dat betekent dat de paus met de kardinalen van de Romeinse curie, de generaal-overste van de religieuze ordes, elke vrijdagochtend gedurende de advent en in de vastentijd komen om naar een meditatie te luisteren die gegeven wordt door een kapucijn. En sinds 29 jaar ben ik deze kapucijn. Dit was een ongelooflijke genade. Het heeft mij in staat gesteld om in het hart van de kerk deze genade van een nieuw Pinkster die in de kerk circuleerde te kunnen laten weerklinken. Ik heb zelfs over de doop in de geest kunnen preken in de Romeinse curie. Maar wat is de doop in de geest? Want tijdens onze doop ontvangen we al de Heilige Geest. En we vragen dus opnieuw, vervul ons, kom, genees ons. Maar als je hem al ontvangen hebt, waarom dan? Ja, dat is een bezwaar waarop ik verschillende keren heb moeten antwoorden. Allereerst moeten we beseffen dat de uitdrukking doop in de geest geen uitvinding is van de vernieuwing. Het is Christus die deze uitdrukking heeft verzonnen. Het laatste woord dat hij aan zijn apostelen heeft gezegd was, jullie zullen over enkele dagen worden gedoopt in de geest. Datgene wat dus enkele dagen later gebeurde, was natuurlijk Pinksteren. Dus het is Christus die met de uitdrukking doop in de Heilige Geest Pinksteren heeft benoemd. En Pinksteren is iets anders dan de doop met water. Het is dus een genade die voor ons de doop met water als sacrament vooronderstelt. De doop in de geest is een bijzondere toevoegende genade die niet hoeft te worden gedefinieerd of geclassificeerd.
Trouwens, ik geloof dat het de kerk is die ons dat onderwijst. Alle gebeden en liederen tot de Heilige Geest beginnen met de uitnodiging Kom. Veni Creator Spiritus. Kom, Schepper Geest. Veni Sancte Spiritus. Alle liederen. Dus het is de kerk die zingt. Het is de kerk die de Heilige Geest heeft ontvangen. En toch onderwijst de kerk ons om altijd te zeggen Kom, kom. De Heilige Geest is daar. Hij moet altijd komen. Hij moet komen omdat onze capaciteit om hem te ontvangen vernieuwd moet worden. Nadat we de Heilige Geest hebben ontvangen, kunnen we hem zelfs aan de kant laten staan en negeren. De doop in de geest is dus als het wegnemen van de as, zodat het vuur dat in ons ontstoken is tijdens onze doop, ook werkelijk ons christelijk leven mag verwarmen. Ik zie geen theologische moeilijkheden als het gaat om de doop in de geest. Als we maar duidelijk zijn dat het geen achtste sacrament is. Het is een manier om alle sacramenten op te frissen. Ik heb het zelf op deze manier beleefd. Natuurlijk heb ik mij ter gelegenheid van de doop in de geest afgevraagd wat de doop in de geest was. En nog voordat ik theologisch onderzoek verrichtte, dat ik daarna heb gedaan, was het antwoord duidelijk voor mij. Het is een manier om datgene wat er tijdens mijn doop is gebeurd te bevestigen. Tijdens mijn doop hebben anderen in mijn naam geantwoord. Geloof ik? Ja, ik geloof. Accepteer je Christus? Anderen hebben het gezegd. Nu is het mijn beurt. Ik had de gehele vrijheid om mijn doop te bevestigen. Dus door een handeling in vrijheid worden wij in staat gesteld om aan de Heer alle kracht die we ontvangen hebben in onze sacramenten uit te drukken, met heel het bovennatuurlijke leven dat zich in ons bevindt. Die surnaturel que nous avons en nous. Het is de Heilige Geest die Christus levend en tegenwoordig maakt. Anders blijft Christus een theologische hypothese, een doctrine, een verzameling dogma's. Voor mij betekende het een hele grote verandering ten aanzien van Christus. Ik heb Christologie gestudeerd, dat was mijn specialisatie. Ik heb zelfs een proefschrift geschreven in theologie over de Christologie van Tertullianus. En dus heb ik mij na de doop in de geest gerealiseerd dat er een andere Jezus is om te leren kennen. Een verrezen Jezus, levend, die aanwezig is en door de geest handelt. Want de Heilige Geest die voor ons na de verlossing komt, dat is de geest van Christus. Het is de adem van Christus over de kerk. Wie kan er zonder deze adem van de Heer? Ik heb de indruk dat Christus mensen zoekt die klaar zijn om de adem te ontvangen. Hij zegt, ontvang de Heilige Geest. Alsof hij bidt en bedelt bij zijn schepselen, zijn kerk, zelfs de kerk. Hij bedelt voor de mogelijkheid om hen zijn geest over te brengen. Ontvang de Heilige Geest. Dat is een petitie, een verzoek. De charismatische vernieuwing heeft ook de kerk vernieuwd met de charismatische handeling van de Heilige Geest. Niet alleen de heiligende en hervormende handeling, maar ook de charismatische handeling. In questo senso. In die zin is de charismatische vernieuwing een antwoord geweest van God op de gebeden van Johannes de 23e. Zijn gebed voor een nieuw Pinksteren. Het is ook het antwoord van God op wat geschreven staat. In Lumen Gentium 12.
Lo Spirito Santo. Bovendien heiligt en geleidt dezelfde Heilige Geest het volk van God, niet alleen door de sacramenten en bedieningen, maar ook door bijzondere genade. Aangezien deze charisma's voor de noden van de kerk bijzonder doelmatig en nuttig zijn, moeten wij ze met dankbaarheid en vertroosting aanvaarden. Quando parlo ai vescovi e ai preti spesso ricordo queste parole. Dovrete ricevere i carismatici con gratitudine e consolazione. Als ik de bisschoppen, vaak priesters, ontmoet, dan zeg ik hen dat ze de charismatici met dankbaarheid en vertroosting mogen aanvaarden. Kardinaal Sunens heeft in 1990 gezegd: maar deze genade van de vernieuwing aangeboden aan de kerk wordt niet door de kerk in zijn geheel ontvangen. Ze wordt niet begrepen door de kern van de kerk. En men ziet dat in bepaalde landen. De genade van de doop in de geest en met haar de vernieuwing en de gemeente gemeenschappen, de kracht van het gemeenschappelijke leven niet echt ontvangen of begrepen wordt. Wat denkt u hiervan? En kunnen we nog een stap zetten om verder te gaan? Het essentiële element, en ik kan het zeggen omdat ik het zelf ervaren heb, is de angst voor het nieuwe. Het is de wens om te doen wat we altijd gedaan hebben, namelijk zelf de touwtjes in handen nemen. Wat ik niet begrijp is dat er enkele zijn onder de geestelijke die openlijk de vernieuwing veroordelen en verwerpen. Terwijl Paus Paulus de VI, Johannes Paulus de II en Benedictus de XVI vaak hun instemming, hun bemoediging hebben uitgesproken ten aanzien van deze beweging en andere bewegingen in de kerk. Jugement positief à propos de ces mouvements et d'autres mouvements de l'Église. En als ik iets tegen hen mocht zeggen, wat ik tenslotte ook doe als ik preek op retraites voor bisschoppen en geestelijken, dan zeg ik: wees niet bang voor de Heilige Geest. Vaak zit er die angst. Maar wat grappig is, is dat ik gedurende deze retraites, zonder het woord vernieuwing te noemen, vaak preek over de Pinkstergenade. En tijdens de laatste mis van de retraite vindt er dan uiteindelijk altijd een uitstorting van de geest plaats. En dat accepteren ze. Dus wanneer je de Heilige Geest loskoppelt van een aantal specifieke uitspraken die moeilijkheden opleveren, of van specifieke personen die er moeite mee hebben, dan merk je dat deze genade toch aanvaard wordt. Dus we moeten manieren vinden om de Heilige Geest doorgang te laten vinden. En wij, als zijn instrumenten, moeten enkel op de achtergrond blijven. Men ziet dat de genade van de Heilige Geest ons naar eenheid brengt. Hij verspreidt zijn geest en manifesteert zich op dezelfde wijze voor christenen met een verschillende geloofsinstelling. Dat wil niet zeggen dat men de verschillen negeert of vergeet of over de verschillen heen stapt die opgelost dienen te worden, maar men ziet dat als er een verandering plaatsvindt in het hart, dat men samen begint te werken, samen begint te bidden, dat als we ons richten op Christus, dan zien we dat zelfs de dogmatische verschillen minder worden. We kunnen ze oplossen. Deze adem bevrijdt ons ook van onze zonde, onze lauwheid. Men heeft de indruk dat er verwoest en herschapen wordt. De geest van God schept altijd iets nieuws. De definitie voor de vernieuwing, en deze definitie die ik in het begin heb gelezen, heeft me altijd getroffen. De vernieuwing is het teruggeven van de macht aan God. We merken het niet op, maar wij willen zelf de macht hebben. Altijd in naam van God.
We vinden altijd redenen om te doen wat we willen. Terwijl de vernieuwing betekent dat de Heilige Geest de kerk in handen neemt. Het leven van de kerk betekent de leiding van een parochie, de manier waarop men preekt, waarop men samenwerkt met leken. Dus heel het leven van de kerk. En er is verzet hiertegen. Natuurlijk, er is verzet. Il y a une résistance. Il faut mourir. Men moet sterven om de teugels uit handen te kunnen geven. Om de macht over ons leven aan de Heilige Geest, aan de Geest van Christus te geven. Men moet zich ontdoen van deze macht. Christus zegt, door zichzelf te verloochenen. De heilige Paulus zegt ook, ik leef niet meer voor mijzelf, ik leef voor Christus. Maar het blijkt dat de weg om van het leven voor zichzelf te komen tot een leven voor de Heer een hele moeilijke weg is voor ons. Het is een enge deur. Ja, en dat is logisch. De mens wil instinctief zijn autonomie bewaren. De komst van de Heilige Geest vergt dat we afstand doen van onze autonomie om ons een vrijheid te geven die natuurlijk veel dieper is. Maar men moet afstand doen van een vrijheid die meer een slavernij is, gebonden aan de zonde en het egoïsme. Als men van de vruchten van de Heilige Geest proeft, dan wordt het makkelijk om hem de macht te geven. De teugels van ons leven. Want zodra we hem laten handelen in ons leven, ontdekken we zijn vruchten. De liefde, de vrede en de vreugde. Het zijn al die dingen waar de mensheid wanhopig naar op zoek is. Liefde, vrede en vreugde. En de ervaring leert ons dat het alleen in de geest van Christus is. Dat als we Christus toelaten in ons leven, en dat is onze manier om te zeggen, laat de Heilige Geest binnenkomen, Christus in ons leven, dat dan met Christus ook de vreugde en de vrijheid binnentreden. Je hoeft slechts die weg te gaan, de ogen te sluiten en te springen. Het gaat erom te springen. Er is een passage in de bekentenissen van de heilige Augustinus die me altijd geraakt heeft. Op de beslissende momenten waarop hij moest beslissen of hij in zijn oude leventje bleef of het nieuwe leven binnentrad, zei hij dat hij de indruk had dat God zich voor hem bevond en hem zei, spring, spring. Je zult zien dat ik niet een stap naar achteren zet, zodat je in de leegte valt. Spring! Maar hij moest zijn ogen sluiten, want de heilige Augustinus zei dat er altijd de herinnering aan het verleden is die hem naar achteren trok en zei, nee, doe dat niet, want dan moet je afstand doen van dit en van dat. En gelukkig had hij de moed om te springen en hebben wij de heilige Augustinus. Anders had de geschiedenis een zondaar meer gehad. En nu hebben we een licht erbij. Et pour terminer, bij wijze van afsluiting, welk woord zou je graag meegeven aan al diegenen die naar u luisteren? Wees niet bang van de adem van de Heilige Geest. Hij is onze bondgenoot. Bondgenoot van ons verstand. Niet de vijand van ons verstand. Hij is de bondgenoot van ons verstand. Hij is de bondgenoot van onze vreugde. Hij is de geest van Christus die in ons leven binnenkomt om ons gelukkig te maken. Dus als we de vreugde zoeken, als u, beste vrienden, de vreugde zoeken, dan heb ik slechts één suggestie voor u. Werp u in de armen van de verrezen Christus. Hij zal niet naar achteren stappen om u in de leegte te laten vallen. Deze maand kunnen we bidden naar aanleiding van het gebed van Pater Raniero Cantalamessa, dat onze kerken de doop in de geest mogen ontdekken en verdiepen. Zo zullen onze kerken groeien in eenheid. Kom tot ons, scheppende geest, bezoek de zielen van de uwe, jij die geestelijke zalving bent.
Zet de vijand op een afstand. Aarzel niet ons de vrede te schenken. Laat ons God de Vader kennen. En doe ons ook de Zoon kennen. En doe ons op elk moment geloven dat jij de enige geest bent van de ene en van de andere. Het woord van deze maand komt uit de Handelingen der Apostelen, uit hoofdstuk 1, vers 8. Jullie zullen een kracht ontvangen, die van de Heilige Geest, die over u zal neerdalen.